Goedemiddag, daar ben ik weer, Zelda Play 20 terug met een nieuwe aflevering van Let's Play Modern Survival samen met... Met de Tauler! Zelda Creations. En Team Maestro. In de vorige aflevering zijn wij naar de Lion King dimensie gegaan en hebben we Rafiki stok te pakken gekregen die nou hier in de fik staat door de Tauler. Rafiki! Sorry. Nou moet ik weer een krekelgeluid erin editen, hè? Daar word je niet vrolijk van. Want mag ik jou er heel even op wijzen dat het jouw schuld is? Jouw schuld! Dat we een Dark Player in ons midden hebben. Hoezo? Nou, ik herinner me dat er één iemand mij 74 noemde en dat er een wraakactie kwam. Oh, wie was dat dan? Ik kan het me niet herinneren. Laten we heel eventjes naar die flashback toe gaan. Wat? Dit betekent wraak. Goedemiddag, daar ben ik weer. Zelda Play 20 terug met een nieuwe aflevering van Let's Play Modern Survival. Ik heb hier samen een paar mensen bij me. Ja, ik ben erbij, de Tauler. Hoi. Wat is waar? What the fuck? Oh, nee, wat is dit? Dat gezicht, die stem. Oh, ja, ja. Dat was ik niet. Nee, oké. Okay. Nou ja. Of wel, of niet. Ligt nogal ingewikkeld. Dat ligt nogal ingewikkeld, ik weet het niet. Kom, we gaan Scar verslaan. Ingewikkeld, je bent toch geen mummy? Nee, dan maak ik jou dadelijk nog wel. Tum, tum, tum. Hij zit hier. Waar zit hij? Waarheen? Hij zit hier. Waar zit hij? Ik kan toch niet naar beneden springen, jongens? Natuurlijk wel, kijk zo. Waar ben je? Hé, oh, je zit mij in de... Hé, oh, hyena's. Ik ben slim. Ik haat hyena's. Hier zit hij onder de grond. Hoe weet je zeker dat hij hier onder de grond al zit? Minimap. Ik wist dat ben je. Kijk maar op de minimap, staat zo'n groot hoofd. Ik zie geen groot hoofd van Scar. Ja, ik wel. Nou, dan gaan we gewoon hier naar beneden toe. Oh, jongens. Wacht, hè. Dus gaan we graven. Dat is cool. Nooit recht naar onder graven. Ik graaf niet recht naar onderen. Oh, nee, 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 we gaan lava! Lava, dan wil ik jou indouwen. Oh. Nee, doe het even niet. Ik heb misschien toch wel. Ik zal het even stoppen. Maar goed voor mij, hè? Knuffel mijn lava! Oh, dat doet pijn. Au, au, de pijn! Ah, nou ben ik Rafiki. Hier, neem een koekje. Hey. Zie je daar die naam? Nee. Ik zie je naam nog. Kijk eens daar. Oh, heel, oh, die zit wel heel diep. Recht naar onder, jongens. Recht naar onder. Die zit wel heel erg diep. Nee, we gaan niet recht naar onder graven. Dat is zelfmoord! Ik wil zeggen, hoeveel basic regels van Minecraft doe je rekenen? Ik vind het grappig dat degene die begint over basic... cobblestone, hè? Ja, precies. Nou, niet naar beneden graven recht, dat is zelfmoord. Niet doen. Oh, die wil ik wel hakken. Diamonds! Eigenlijk is geen diamonds, jongen. Nou, ik ben blij dat er iemand torches bij zich... Uh-oh. Ah, je gooit hem recht bij mijn neus! Hoi, Scar, hoe gaat het ermee? Scar, je bent mijn buddy. Oh, hoi. Scar, ik ga je slaan met de stok! Ik wil toch even weten wie Scar is. Dat is toch beest van dit ding. Jullie kunnen hem maar niet raken, je kunt hem alleen maar raken met de... Oh, oh boy. Ja, maar hij raakt mij nog niet. Auw! Pak hem dan! Waarom wil jij nou de helft? Ik ben de enigste met een stok. Ik ook een stok. Ook zo'n pik. Ja, ik ook. I will not be defeated! My boy! Oh shit, sir. Hij is dood. Maar... Auw op. Auw. Oké. Juist. Nou, dat was Scar. Maar nou moeten we dus weer terug naar Rafiki.
Wacht eens even, ik zie wat op je zitten. Een scar, een litteken. Oké. Okay. Nou, ik heb een tapijt van scar. Ja, die moet je hebben. Oké. Als Alex niks had gezegd, had die krekel erin moet, oké? Okay? Nou, laten we maar weer dan naar boven toe gaan. Yay! Want we graven nu een tunnel omhoog. Ja, we graven nu een tunnel weer omhoog. Ja, we graven nu een tunnel. Vlak boven mijn hoofd. Dus nu kan ik niet meer naar boven. Maar ik tp gewoon naar de cel. Je mag niet tp'en. Dat was alleen maar met uitzondering. Dan moet ik je verband, nee. Maar je mag niet tp'en. Wat zal er gebeuren als ik nu verbannen word? Dan kun je niet meer meedoen. TP'en, dat is totaal out of the question. Niemand zou mij missen. Jawel, oh. Ik! De kijkers. En wij. Nah. Oh, nou. Ja, wij geven om je. Nah. Er moet toch iemand zijn die we in elkaar kunnen slaan? Hey! Ja, dat bedoel ik. Er moet toch iemand zijn die... Gaat hij mij lopen slaan, hè, die eikel? Dat was een rode mier. Die zitten hier niet. Een blauwe mier? Paarse met een goud randje? Oh, we zijn al bij de dirt. Yay, bijna daglicht. Er kan lava zitten. Oh, laat de lava zitten. Laat het alsjeblieft over... Oh, hallo zand. Yay, ik ben vrij. Wacht even, ik kan niet zo hoog springen. Doei! Ah, hey, kijk! Allemaal... Allemaal scars. Hey, nee, die moet je laten leven, gek! Hoezo? De leeuwen zijn de goeie rikken. Dit is de Lion King. Oh, sorry. Stom. Duizend bommen en granaten. En ik heb visite, dus ik moet gaan. Ik dacht dat je mag niet rond was. Ik ben lekker sneller. En daar moet je dan mee samenwerken. Nou, doei, team maestro! Doei! Au, au, wat de... Beest! Ja, ik zei al, hyena's zijn slecht. Hè? Kom hier dan, dik. Waarom heet die dik? Sterf. Dat was Bambi! Oh. Bambi had een ondernaamkaartje op. Auw, waarom doe je dat? Omdat ik daar zin in heb. Oké, bring it up. Blaze Shadow staat hier nog steeds. Ja, kom maar slaan hem. Nee. Oh, nou. Ah, ik wou hem kicken, stylevol. Nou ja, dat zou ik moeten houden, maar moeten te kicken. Nee. Petticoat, sla maar. Oké, nou, Rafiki, we hebben Scar verslagen, wat wil je nou? Rafiki, hallo. Ga, mijn zoon. Asanta Sana, Squash Banana, Wiener Goga, all my happy. Oké, ja. Oh. This portal will take you to the Outlands. I want you to go there. Collect the 4 termites and grind them up. My Mustafa got you in this dreadful place. Oh, dus we moeten termieten gaan verzamelen. Alex? Ah, termieten. Ja. We moeten termieten gaan verzamelen in een duistere dimensie van de Lion King. Do it. Hoe verzamel je die? Hoe pak je die op? Door ze te slachten. Oh. Asante sana, squash banana, via ho, ha, ho, de ha, ho. I'm here. Oh ja, die zaten in die termietennesten. Die moet je dan openbreken, maar pas op, ze zijn heel erg explosief. Au. Ik was. Oh! Wat ho? Werd hier toch al van alles aangevallen? Zullen we iets gaan doen? Ik pak ze! Oh, ik heb er al 2. Oh, nice. Ja, want ik... Oh! Wow! Ja, je moet er vooruit kijken. Ja, ik heb er hier nog één. Nee, toch niet. Maar hoe wil je die kruiden? Oh, ja! Als jij ze sloopt, sla ik ze met dit zwaard. Ik heb er al 2 in ieder geval. Ik heb al 1. Hier ligt er nog één. Ik heb er eentje voor jou. Ah, boom! Au!
Hier. Ja. Au, Lion King, wat dan? Ja, de Outlanders die zijn gevaarlijk. Dat is, dit is een beetje Lion King 2 verhaal. Ik krijg gewoon... Nou, hoeveel moesten er ook weer? 5? Nee, 4. Alleen dan moesten we grinden. Hoe maak je zo'n grinder ook weer? Exploding termites. Ja. Nee, die moet je niet hebben. Die moet je wel hebben. Nee. Oh ja, je moet ze pounden. Uh-oh. Ik heb er hier 2. Ja, die moest je grinden. Maar hoe maak je ook weer zo'n grinder? Ik weet niet. Ik heb het terug naar Rafiki, die weet dat wel. Ik weet het. Auw. In een grinding bowl, ja, oké. Okay. Ik heb even opgezocht, ik weet hoe je dat moet doen. Goed, hè? Alsjeblieft. Nou, als jij dan eens eventjes die grinding bowl maakt, dan ga ik hier rondjes lopen. Dan heb je natuurlijk een crafting table nodig. Heb ik al. Oh, dan is het ook goed. Hebben we daar ook al geen zorg meer over. Asante sana, squash banana, via hoa waarde. En weet je wat dat betekent? Dat jij een baviaan bent en ik niet. Ah, oké. Moet je per se allemaal soorten hout hebben of zo? Want... Volgens mij wel. Oh, ik heb geprobeerd met één soort hout en dat lukt dus niet. Oeps. Dat wordt onze dood. Papa. Ja. Moet je rustellen, ik ben bang dat ik het niet heb kunnen maken. Oké, nou, ik ga gewoon eens heel eventjes kijken dan. Grinding. Ah, hier hebben we hem. Even kijken, je hebt nodig. Nee, ik kan van één soort hout gewoon. En een stokje. Ja, dat heb ik geprobeerd. Dat probeer ik. Ja, maar het moet wel hout van deze dimensie zijn. Oh. Ah, dan moet ik even deze boom hakken. Nee, deze boom is heilig. Die boom mag je niet ophakken. Oeps, te laat. Grapje. Ik zie daar wel een boom. Dan moet ik hier even... Asante sana, squash banana. Bomen! Oh, maar dat... Ja, oké. Okay. Ik vind het trouwens wel grappig hout. Het is grappig hout, het lacht je tegemoet. Oké. Okay. Wat zit u hier allemaal te doen in deze mooie boom? He lives in Utah. Ik wil naar de top van de boom. Helaas kom je daar niet op, meneer. Waarom niet? Ik ben daar niet op toegestaan. Ik heb één. Ik ga naar deze top van de boom en niemand houdt mij tegen. Weet je wat we daarvoor hebben, hè? Exploding termites. Ik heb hem. Got it. Oh, dat doet mij zo denken aan die horror map. Wanneer doen we de volgende? Zo. Oh, wat gebeurt als ik deze nou rechtermuisknop op druk? You're ready for it. Wat gebeurt er dan? Dan mag jij deze aflevering gaan verlaten. Ja. Ik geef het gewoon aan jou, alsjeblieft. Joepie, maar ik heb er al 11 nou. Genoeg nu. Maar ik weet niet, gebeurt er dan iets als je die... Oh, dan gooi je ze. Waar zijn jullie? Ik heb dat ja, ding. En dan... Ik heb dat ding, jongen. Ik deed niks. Ik heb dat ding. Je mag het niet. Heb je hem al? Oh, heb je hem al neergezet ergens? Hier, kan ik... Oh. Oh, dit is vet. Kijk, er zit zo'n stokje. Oké, dan moest ik er 4, moest ik er dan grinden. En dat duurt eventjes dus, dan wachten we heel eventjes. Zo grappig geweest als je dit fast forward, dan krijg je zo'n... Dan krijg je... Ik hoef nog niet eens iets te fast forwarden. En willen jullie dat gewoon in de grinder laten? Kom op! Ik doe dat niet. Iemand heeft het eruit gehaald. Sorry. Ik dacht, ik versnel het proces. Dat werkt zo niet. Oké, nou, we hebben de 4 gegrind. Wat moet die nou hebben, die maloot? Dan moet je... Hallo, kijk eens, hier heb je het... Wonderful, now I just need ground mango dust. Ah, nee, dit herinner ik me nog. Dit is een klote kawaii. Dit is echt zwaar kloten. Waarom ga je dan niet naar de praxis?
Mango's werken eigenlijk praktisch hetzelfde als appels. Je moet mangobomen moet je gewoon neerhalen. Gewoon de bladeren. Hey brother. Ik wil het hout meenemen, want die wil ik voor mijn huis gebruiken. Nou, ga je gang. Bladeren. Eigenlijk zouden we shears hiervoor moeten hebben. Nee. Waarom niet? Dan neem je gewoon de bladeren mee. Oh ja, dat is waar ook, ja. Minecraft noob. Grapje. He lives in you. Ik wil echt dat de Smash uitkomt op Wii U, zodat ik jou helemaal in elkaar kan slaan. Misschien koopt hij die niet. Die komt wel en hij koopt hem ook. Dan heeft hij zijn fancy beloofd. Ik zie wat. Er valt iets naar beneden. Dat is een blaadje, denk ik. Ja. Nou, ik zit er de verkeerde boom om te hakken. En ik heb denk ik wat. Ja, zitten we echt de verkeerde boom om te hakken? Weet ik veel. Er moet een mango uitkomen. Nee, dit is een acacia. Ja, hier komt er geen mango uit. Dat zeg ik toch net. Die zitten in de jungles. Nou, dan gaan we toch naar die jungle. Ik zie daar een jungle. Bye, have a great time. We gaan naar de beste biome die er is. Oh, dan ben je cute. Weet je wat er moet... Hey, kijk eens wat hier. Hier. Oh, hij... Alex, die molt jou cool. Oh! Bring it on. Ik heb iets voor je. Dit is over van jouw cute beestje. Ah, kak. Oh, nee. Over, kijk eens. Op mijn nek, oké? Weet je zeker dat het in de jungle zat? Ja. Oké, nou als jij het zegt dan. De meeste bomen zitten in de jungle. Over everything we see. Wacht, dan check ik dit even wat het hout is. Ja. Ambayana. Ik denk al die Lion King liedjes. Dit is rainforest. Nee, lijkt het in mijn hoofd. Op de dag dat je ter wereld komt. En je kijkt in het licht van de zon. Ik denk hierin, Stefan. Ja, dus... ik heb wat. Waar? Mango, hero, deze boom. Oké. Got it. Is er meer te zien dan ooit iemand kon zien? Geef het toe dat je ooit raden kon. Bing. Het lijkt je haast. Nou, dat is saai. Ik heb er eentje. Ik heb er ook S'avondsbloed, we hebben er maar één nodig, de liefde op. Au. Ik heb twee. Weet je zeker dat we maar eentje nodig hadden? Ja. Volgens mij drie. Hoe meer we dust kunnen maken. Four, we need four. Die elke ander geeft. De wereld lijkt ineens gelukkiger. Met alles wat hier leeft. Ik hoor krekelgeluiden. Ik wil hem zoveel zeggen, maar hoe vertel ik hem dat ik hem een map wil geven? Onmogelijk. Ik doe het maar gewoon. Neem over, Tauler. Oh, dan moet ik Tauler... Ik wil hem eigenlijk ook slaan. Dat is toch echt wel waar. Waarom slaat Zelda player hem niet? Hij moet hem hard slaan. S'avonds slaan wij Xella. Auw. Met een vuist of een zwaard. Weet ik het. Auw. Alles wat opeens tegen hem aangegooid kan worden. Ik ben de ronde omgedraaid. Au. Alex. Wow. Lol. Nee, het is niet grappig. Hier komen jij. Alex! Sla nooit degene met de camera. Niet doen, slecht plan. Oké, okay, Rafiki, ik heb je... Je mag hem niet slaan, maar je mag wel... Hij moet een 4 hebben! Alex. Hij moet een 4 hebben, dus nog meer grinden. Jullie moeten nog meer grinden, jongens. Nog meer grinden. Grind wat meer. Oké. Kijk maar in de post. Grind wat meer. Ja, dan kom ik er nog eentje tekort. Rafiki. Ik moet er nog eentje, jongens. Heeft er nog iemand een mango? Ik heb een mangootje. Moet die in dat ding? Ja, die moet in dat ding. Boop. Ik zei toch dat we er meer nodig hadden als 1? Maar nee, nooit naar mij luisteren, dat weet ik niet. Waarom zouden jullie überhaupt naar mij luisteren?
Hij lachte erom. Rafiki vond het grappig. Oh ja, vind je het leuk? Ik zie hem echt pokerface kijken, gewoon van... Yeah, even mooi. Vind je niet dat zijn hoofd op de tv lijkt? Nee! Ja. Kijk mee! Misschien kun je hem aanzetten. Nee, dat is niet aan. Nou, eens kijken wat hij met dit... Wat heeft hij nou weer? Hey, Rafiki, ik heb hier gemalen. Now it's time! Now it's Ryan time! I have long known for the great kings of the past are up to the stars watching over us. Dus een stelletje dode koningen zit naar ons te loeren? But in the recent that I have discovered a way to bring them back to the Pride Lands. With the materials you have given me, I can create a dust so magical that you can use it to undo Scar's work and return our king from the stars. Here it is, now carefully listen and I will tell you what you have to do. You need to use 3 of the dust and 3 silver ingots to craft a star altar. Then place it outside, use the last dust on it, and you will more dust, bring more 2 ingredients again. Wat? Alex, vertaling? Hè? Eh? We moeten nou een altaar maken, een star altaar? Ja, achter je liggen nog spullen, achter je. Waar? Oh. Die heb je nodig en 2 zilver, en ik heb al 4 zilver. Oh ja, hij had het erover dat je er 2 voor nodig had ofzo. Ja, maar we moeten hem nog eventjes in de furnace gooien. Een furnace? Ja, we moeten een furnace hebben. Volgens mij hebben we dan een issue, want ik heb geen steen. Ik ben echt... jongens, ik ben hier echt jullie... Kijk eens, kom eens, ik heb het hier. Nou, ik ben jullie vechtersbaasje ondertussen. Ik ga heel eventjes rommel dat ik niet, toch niet ga gebruiken, heel eventjes wegsmijten. Want mijn inventory zit er vol mee. Nou, hyena bones heb ik niet meer nodig. Dirt heb ik niet meer nodig. Goed hè, dat ik toch mee was gekomen. Want ik heb allemaal spullen die jullie... En ik weet precies waar die mango's zitten. Ja, precies. Als we jou toch niet hadden... Daar waren jullie nog steeds bezig. Ik heb zelfs een mango sapling die ik in mijn tuin ga plaatsen. Ah, jeuk in mijn ogen. Als je dan nog een keer gaat ommaken, mag ik dan ook eentje? Nou, natuurlijk mag jij niet. Oh, ik heb naar de comment van de dag al gekeken en dit wordt hilarisch. Grapje. Wat zit erin dan? De comment van de dag, die wordt gewoon hilarisch. Zit er een hi of my boy in of... Kijk op! Eikel! Ups, sorry. Houd het niet door, ik mag gewoon... Ik heb bijna een hele opnamesessie zonder hi of my boy. En nou moet ik ze er alweer 2 keer in editen omdat jij het weer naar boven brengt. Hey, het was een vraag. Ja, dat is juist het ergste. Het is precies hetzelfde als dat ik in de Windweken per ongeluk HD zeg. Oh, nee. Niet hier. Nee. 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 In HD. HD. Nou, hebben we ondertussen die Star Altar al? Want, Nee, die mag jij gaan maken. Jij mag craften. Oh, moet ik hem craften? Even kijken. Star. Oké, hoe maak je die Star Altar? Hier heb ik hem al. Oh, daar heb je de 3 van hem nodig en 3 van hem. Oké, dat is heel makkelijk. Hallo, ik ben Rafiki. En dan moeten we dus... En de laatste glow, of die laatste dust, die moeten we op hem gaan gooien. Oké, nou laten we het heel eventjes specifiek hier ergens even neerpleuren. Gewoon lekker een bakje pleuren, gewoon poef! Ik zeg poef, poef, hallo. Pleur het nou eens neer. Waarom mag ik hem niet neerplaatsen? Je moet dat ding, nee, weet je, je moet hem ergens neerplaatsen. Hier, kijk, hier ja. Precies. Ja, ik probeer hem neer te plaatsen, maar oh, nou doet hij het wel. Tada, en nu... Simba! Zei je toch? Feeden. Je moet hem feeden. Ja, ik dat zei toch. He lives in New Tampayera. Simba! He watches over. Oh, dit is al gekookt. Dat wilde hij niet, hè? Dan vreet ik het erop. Ik heb wat. Oké, nou, Rafiki, waar wil je nu? I hope you have been feeding Simba. Oh, we moeten nog meer. Ik heb wat. Ik heb wel eten voor hem. Zit, Simba! Ja, geef maar even. Zie, ik heb echt alles bij hem wat jullie nog nodig hebben. Ik heb nog, nog een beetje nodig. Dus heb jij nog wel of niet? Anders ga ik even naar beneden. Ga ik even hakken. Oké. Ik ga eventjes wat zebra's slachten. Hey, geen hyena's. Donder op, man. Klote hyena's. Nou. Abuf! Oké, nou zijn we nou tevreden. Even kijken, heb ik nee, nou weer... Nee.
Ja, ik heb er weer twee, dus dat, ik denk dat ik er nog eentje nodig heb. Simba, ja. Rafa. Oké, ik heb er nou drie. Dat moet genoeg zijn. En als we Simba dan hebben volgefroten met stuf, dan gaan we dus volgende week gewoon verder met de Lion King Dimensie Questing. Want we zitten alweer zo lang in deze aflevering, dus ja. Het duurt ook al gewoon heel erg lang. Ja, maar het is toch leuk? Ik heb naar mijn zin. Hebben jullie die nee zin? TV-hoofd. Nee. Hoezo heb jij die nee zin, Alex? Nee. Jij hebt het aangeraden om deze dimensie te doen. Hey. Ik maak een grapje. Nou, Simba, vreet een kreng. Nou. Wat ben je nou hier allemaal aan het bouwen? Doe daar nou eens weg, want dan is het eigenlijk heel erg hinderlijk voor wat er gaat komen. Oh, sorry. Je hebt toch wel hier lopen bouwen. Try talking, taking Simba into some water. Waarom? Ik heb een offerplaats voor hem gemaakt. Moeten we hem nou echt naar het water brengen? Nee. Dit is al voorbij. Dit is de eerste questline. Oh ja, dan moeten we toch naar Timon en Pumbaa. Yes! Nee, lees je questboek. Ja, maar mijn questboek, dat is het nadeel. Die is helemaal ingezoomd bij mij. Oh. Ik zal je even uitleggen. Na dit... Speak to Rafiki in the tree of the center of the world. Ja, dat hebben we al gedaan. Dan. Alles is completed. Ja, maar hierna moeten we naar hierin. Oh ja, use Rafiki stick to open the large mountain in the Outlands. Yep. Dat klopt, ja. Dan moeten we daar... En dan komen we dan zeg maar in Lion King Part 2. Nou weet ik het weer, ja. Dus... Volgende keer. Toch? Ja. Ja. Dus dan gaan wij naar hartcontainer. Ik had een hartcontainer. Simba, jij blijft hier mooi wachten. Dat doen we dan, Simba. Simba, kijk me aan als ik tegen je spreek. Als ik een sterke koning ben, dan geef ik een oplawaai. Ja, inderdaad. Draai maar weer gelijk om, ja. Dus nee, dat doen we dan in de volgende aflevering. Dus dan gaan we nou naar de Wall of Awesome Comments. Kunnen we volgens mij niet eens. Hoezo vergaat... Huh? Ik heb hem wel. Ik heb hem hier. Dank je. Comment wall. Hé, ik ben er ook. Hij werkt ook voor mij. Jongens, help. Nou, help jij eventjes Wilco en dan ga ik eventjes de comment ophangen. Je moet er opnieuw op gaan staan. Wat, ik? Nee, Wilco. De touwen. Dan doen we. Hoor je die wind al? Nee. Maakt niet uit. Ga maar verder. Oké, nou aflevering 22. Oké, daar hebben wij van... Dat is een rare naam. Chardo di Latte. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Waarschijnlijk niet, maar ja, dat... Helemaal geen rare naam, hoor. Chardo di Latte. Ja. Ik vind het een aparte naam. Iets wat je niet echt vaak hoort. Ik vind het wel een leuke naam, daar niet van, maar... Nee! Ik help jou. En die had neergetreven. Oh god, oh god, oh god. Had je dat gezegd? In. Oh. HD! Dit is geen grapje, dit is echt serieus. Weet je waar, ik zal het even netjes neerzetten. Dus eventjes met een enter dan zo. In HD! En nee, dat wordt geen standaard gimmick, dat is alleen maar voor deze aflevering, dus dan weten jullie dat. Dus, In HD. Ja, serieus, dat is... Ja, In HD, In HD. Oké, nou genoeg! Die teller die gaat ping, ping, ping! Alleen maar voor deze aflevering, geen HD meer, helemaal niks. Ik dank jullie voor het kijken, willen jullie ook op de leuke reactie wal komen? Laat een reactie achter als je natuurlijk de tijd voor hebt. Wat je leukste momentje was, of wat je op de wal eigenlijk neer zou willen zetten. Mensen die al op de naam staan voor de nieuwkomers, voor de nieuwe subscribers, want het is alweer een maand geleden. Mensen die al op de wal staan, kunnen niet nog een keer gekozen worden. Dus mocht daar de randomizer op komen... ja, dan doen we gewoon nog een keer randomizen, tot we dus zeg maar een nieuwe naam erbij hebben. Ik dank jullie voor het kijken. Dit was Zelda Player 20, samen met... Met de touwler, hè? Ja. En samen met... Selectie. En ik dank jullie voor het kijken. Laat ook een like achter als je daar de tijd voor hebt. Dus morgen weer verder met de Legend of Zelda de Windweker. In HD! Ik wist dat die zou komen. Dus ik dank jullie voor het kijken en dat dan tot morgen. Doei! Doei! Ja.
Bye.